Hey, hoofd. Kom eens even. Ik wil even wat met jou bespreken. Kom er even bij me zitten. Nou, wij gaan binnenkort weer naar Nederland. Hè? Hoe ver staat het met de cadeautjes? Met de pepernoten? Hè? Is Amerika, is die al geborsteld? En zijn alle pakjes al ingepakt? De pakjes zijn ingepakt, Sinterklaas zijn klaar voor vertrek. Amerika is klaar. Pepernoten zijn bijna klaar. Op de laatste beetje na nog. Ja. En voor de rest is alles afgerond, Sinterklaas. Dus we zijn klaar voor Nederland. Goed zo. Als je vanavond nog tijd hebt, wil ik even met jou iets bespreken. Want ik ben eens iets ter oren gekomen. Dat is heel belangrijk voor twee van onze pieten. Ja. En we moeten daar nog wat extra voorbereidingen voor doen. Ja. Dus als je vanavond, als je tijd weer hebt, mij even naschiet en mij even roept, dan gaan we even samen even babbelen in de tuin. Is goed, Sinterklaas. Ja, gaan we even kijken wat we kunnen doen. Is goed. Ja, ja. Goed zo. Nou, doen wij. Ja. Ik hou van je, Love Piet. Ik ook voor jou, Happy Piet. Hey, hoofd. Heb jij dat gehoord van Happy in Love? Ja, die zijn verliefd, Sinterklaas. Ja, en ze willen gaan trouwen. En dat zou toch leuk zijn als wij daar een heel leuk feest voor kunnen organiseren. In Oude Pekela, waar we de intocht hebben. Ja, dat lijkt leuk. Ja, want ze willen getrouwd worden door de burgemeester. Dus eigenlijk moeten we kijken of we hier vanuit Spanje even contact kunnen krijgen met de burgemeester. En dat we hem dan zover kunnen krijgen dat hij hun gaat trouwen. En dat zal vast een beetje het feest gaan voorbereiden. Oh, lijkt me leuk, Sinterklaas. Dat gaan we doen. En dan moet je kijken wat er allemaal gaat gebeuren met die kinderen. Tijdens de intocht. Heel veel kinderen. En dan een huwelijk daarin. De binding. Oh, dat is toch leuk. Dubbel feest. Dubbel feest. Daar heb je heel goed, hoofd. Heel goed. Nou, hoofd, kun jij er dan voor zorgen dat je even contact zoekt met de burgemeester. Dat hij alvast de voorbereidingen doet voor het huwelijk. Een klein beetje het feest alvast gaat voorbereiden. Dat als wij er dan aankomen, 18 november, dat het dan een heel groot feest wordt. Ja, Sinterklaas, dat ga ik doen. Ga je dat doen? Ja, zeker, Sinterklaas. Ja, dan ga je met de communicatiepiet even praten, dat hij even met de burgemeester belt in Oude Pekela. Ja, gaan we doen. Ga je dat doen? Zeker weten, Sinterklaas. Heel goed, jongen. Heel goed. Ga je weer mee? Nee, niet leuk. En wat doen we eraan? Ik ben ook verliefd. Ja. En wie gaat ze trouwen dan? De burgemeester. Dat heb ik gehoord van Sinterklaas. En ik wil dat niet. En hoe doen we dat? Kunnen we niet de burgemeester gaan voelen? Ja, maar wat wil je zeggen? Dan zeggen we gewoon dat ze een houtklapper niet doen. En dan ga jij met de burgemeester weg. Maar de burgemeester wil gewoon trouwen. Ja, maar dat mag niet. Ik ben toch verliefd. Jij verliefd. Oh wee, lieve kinderen. Zou Sinterklaas dat gehoord hebben? Ik hoop het van wel, want anders komt dat straks helemaal niet goed in Pekela. Dag Krimi, dag Neel. Waar zijn jullie mee bezig? Aan het schatgraven. Aan het schatgraven? Ja, kijk, Sinterklaas. Oh, wat leuk. Ja. Ga er maar mee door. Maar straks wel in het paleis komen, hè? Ja, alsjeblieft.
kinderen. 18 november is het weer zover. Dan komen we aan in Nederland. En zeker in Oude Pekela. Dus kom allemaal naar de binding toe. Voor het grote feest van Sinterklaas. Dat wordt echt een groot spektakel. Van tevoren al de intocht, dat kunnen jullie mij al zien. Maar bij de binding wordt het echt heel leuk. Want we hebben heel wat verrassingen voor jullie in petto. Ho, ho. Dag!